Ik heb eerst jarenlang moeten vechten om toegang tot informatie die over mij gaat. Ik heb moeten vechten om de waarheid boven tafel te krijgen. En nadat ik door de rechter in het gelijk was gesteld, had het voor de hand gelegen dat de Nederlandse staat zou doen wat de rechter heeft gezegd, namelijk mijn schade vergoeden. In plaats daarvan heeft minister Frank Weerwind mij gedagvaard voor hoger beroep. Nou, dat doet zo'n minister vast niet zomaar. Laten we het hem gewoon vragen. Kunt u ook wat vertellen over de zaken Boetink en Noordhoven? Laat ik vooropstellen, individuele casuïstieken ga ik niet bespreken met u. Dat zou ongepast zijn in de richting van betrokken persoon die u noemde. En tegelijkertijd mag u ook van mij verwachten dat ik daar heel bestuurlijk correct mee omgaat. Iets wat de Kamer mij ook gevraagd heeft. Wat ik wel hoor uit het adoptieveld is dat de mensen echt geïntimideerd zijn. Dus het is wel degelijk een breder gevolg. Laat ik vooropstellen, ik zorg altijd ervoor dat ik met betrokkenen, als ik in een hoger beroep ga, het gesprek aanga. Zover wil ik u wel die informatie geven en wil ik ook aangeven aan betrokkenen waarom ik in een hoger beroep ga. Hij heeft besloten dat hij niks over mij en over mijn zaak mocht zeggen. Dat is zijn keuze. Hij doet net alsof hij niks mag zeggen. Nee, hij heeft niks gezegd over hoger beroep. Hij heeft niet uitgelegd waarom hij in hoger beroep moet gaan tegen mij. Het is me ook niet duidelijk waarom hij in hoger beroep is gegaan, anders dan dat hij het kan.